En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuw Bio Studio item. Ik ben een gast hier, Jordi, en deze keer doen wij de beauty tag, toch? Ja. Ja, je hebt hem goed. Ik weet van niks, Jordi heeft een lijst met vragen. Ik heb hem zelf ook niet echt helemaal doorgenomen, moet ik eerlijk zijn. Ik heb er heel snel naar gekeken. En wat ik net al tegen Rick zei, er zitten moeilijke woorden tussen. Moeilijke make-up woorden. Oké, nou begin maar gewoon bij vraag 1 aan. Dit is skincare. Het is in het Engels. Ja, dus huidverzorging. Huidverzorging. Oké. Ja, dat had ik zelf ook al door. Dit is nog redelijk makkelijk. How many times do you wash your face daily? Dagelijks? Niet eens één keer. Niet eens één keer dat ik mijn gezicht was, denk ik. Als ik douche, was ik mijn gezicht. Maar ja. Soms als ik echt net wakker ben, ik een washand over mijn gezicht haal. Ja, soms gooi ik het ook gewoon even in mijn gezicht. Gewoon in je water. Heel snel. Ik denk één keer gemiddeld. Ja. En dat meestal douche ik gewoon, dus ja. Meestal douche ik. Yeah. What skin type do you have? Dry, oily or combo? De dry, oily combo. Nee, zit komma's tussen hoor, sorry. Wat is combo dan? Waarschijnlijk dan droog en oily tegelijkertijd. En dat kan toch niet? Nee, want ik weet, mijn vriend heeft... Je vriend, dat klinkt zo gay. Dat klinkt echt een oké, dat besef mezelf niet ook zojuist. Een vriend van me, die heeft heel erg droge huid. Zeg maar echt heel droog. Ik heb niet heel droog, maar ik heb ook niet oily. Je hebt hetzelfde als mij. Volgens mij is het gewoon combo. Ik denk dat wij een combo hebben. Ik heb zweterige handen. Ja, ik dus ook. Ik heb vroeger, dat ik een Gamecube, dat ik mijn hele controle onder het zweet zat. Ja, maar dat zweet, dat gaat uiteindelijk ook een beetje hard worden en zo. Nee, dat heb ik niet. Volgende vraag. What is your current facial wash? Geen. Nee, ik ook. Wat? Gewoon water. Wat? Water. Oké, dit is wat ik zag. Do you exfoliate? Is dat niet ijsprong? Dat dacht ik. Exfoliate. Geen idee. Ex is uit. Foliate is... Foliage. Is toch... Misschien is dat dat je zo'n water gaat. Ik weet niet. Okay. We gaan hier nooit doorheen komen. What brand do you use? Wat voor merk? Wat? Wat voor merk conditioner voor je huid? Maar ik gebruik niks. Ik heb wel één ding dat ik dan voor douchen. Mijn huid is heel pH gevoelig. Ja. Als ik zeg maar een hele zeepige zeep gebruik, dan krijg ik helemaal uitslag en zo. Dus ik heb zeg maar pH care tussen de 6 en 8 pH zeep. Oké, en wat voor merk is dat? Baldi of zo. Ja, daar vroegen ze dus om. Ik weet ook niet wat voor merk volgende. Ik gebruik. What moisturizer do you use? Een moisturizer is een crème voor op je huid, weet ik. Iets wat nat maakt, moisturizer, dus ik denk water. Water is mijn moisturizer. Als je beauty kanaal bij dit kijkt, graag gedaan. Ja. Oké. Do you have freckles? Zijn dat puisten? Nee, freckles zijn pimpels zijn puisten, dus wat zijn freckles? Nee, freckles zijn, hoe zeg je dat? Zijn freckles. Dat is wat gingers hebben. Oh, die moedervlekken. Nee, niet moedervlekken. Moedervlekken. Zijn maar die kleine bruine buiten. Ja, van die moedervlekken. Dat is anders. Dat is een ander woord. Het is een ander woord, maar het is freckles. Weten we niet. Do you use eye cream? Ja, water. Ice cream of eye cream? Ah, water. Water is mijn eye cream. Do you or did you have acne prone skin? Dat heb jij toch? Nee, je hebt geen acne. Ik heb zeg maar altijd als ik heel veel chocola en pindakaas eet, ik heel erg uitslag op mijn kont krijg. Maar de meeste mensen krijgen dan een gezicht en zo. Maar ja, die slaan niet. We over. Dus ik heb een acne prone anus. Er zijn echt nog wel meestal vragen, dus ik ga er even heel snel doorheen. Ik pak even de moeilijke dingen erin. Sephora or MAC? Wat? Sephora or MAC? Mac. Ja, McDonald's. McDonald's? Do you have a Mac Pro card? Nee. Ja, ik ga... Voor mij is Mac een winkel dan. Ik zou niet weten. Ik denk dat het een winkel is. Denk ik. Of je dan een tantekaart hebt bij de Mac. Dit zijn allemaal vrouwenvragen. Waarom geeft Bardo ons dit? Waarom? Wij zijn toch niet vrouwelijk? Did you know that you're supposed to change your mascara every 3 months? Ik gebruik geen mascara. Wat is dit? Niet? Wat is dit? Water is mijn mascara. Dat is de rode lijn van deze video. Water is mijn make-up. Do you buy your make-up on eBay? Nee! Ja! Wat nee? Marktplaats.nl, tweedehands, wat denk jij? Tweedehands make-up. Do you like drugstore make-up? Ja, waar moet je het anders kopen? Ik ben dol op drugs, ik ben dol op make-up. Ja, combi. Ik ben dol op bobstores. Weet je, net als met het begin, de combi. Ja. De dry oily combo. Neem een make-up crime that you hate. Dit is wel mooi. Wat vind jij echt verschrikkelijk als iemand iets doet met zijn make-up? Ja, als het helemaal oranje worden. Te veel make-up, ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Meestal mensen doen een beetje bij hun ogen, dan vind ik het wel mooi. Maar dan doen ze, met een gezicht. Dus ja, dan wil ik dat make-up gewoon echt in één keer afslaan, gewoon. Dan moet je heel erg slaan. Could you ever leave the house without any make-up? Dit is echt... Nee, kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Eerlijk zijn, dat kan ik niet. Ik heb medelijden met je als meisje, als je het huis uit kan zonder make-up.
Oké, en dan laat ik gewoon de laatste vraag doen. What do you think of make-up? Wat is gewoon de totale vraag. Wat vinden jullie van make-up? Laat het in de comments achter. Wat vind jij van make-up? Ik denk dat het bij vrouwen ooit mis is gegaan. Dat één vrouw gebruikt make-up. Ja. En toen dacht ik de rest van shit, zij is mooier dan wij. Moeten wij dat ook nog? Gebruiken ze weer meer make-up? En kijk, als mannen in één keer spontaan allemaal make-up gaan gebruiken en daarom worden ze mooier dan de rest van de mannen, dan gaat het bij de mannen ook gebeuren. Dus het is een beetje een groepseffect, iedereen gebruikt make-up. Ik ben daardoor lelijker, dus doe ik het ook. Nee. Weet je dat mannen daar niet zo... Mannen zijn er niet van. Mannen boeien dat niet. Dus nee, mannen zijn er niet van. Die gespierde mannen en de vrouw, gespierde man en de rest van de man zit er dan. Ja. Oké, jammer. Ik ga er niks aan doen. Ik had er ook 5 jaar voor kunnen trainen, maar... Ik had het niet kunnen doen. Ja, ik vap gewoon, weet je. Ik vap gewoon heel vaak. Nou, en wat ik van make-up vind is het is leuk, weet je, maar te veel is te veel. Te veel is te weinig. Te veel is te veel. Minder. Dat was het dan, jongens. We hebben de make-up tag gedaan. 40 beauty questions. Ja, volgens water 5 of zo. Ja. Antwoord is altijd water. Bij twijfel of water. Bij twijfel, daar zit energy in. Daar zit energy in. Bij twijfel. Er zat niks meer in. Later. Jammer. Oké, nou. Kijk, 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 wat? Kijk, 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 kijk. Ik sta er geen vijf zak van. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Geef even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dan zie je jullie morgen bij een nieuwe video uit de Banjo Studio. En verstond jij wat Rick zei? Doe dan 2 duimpjes omhoog. Ja, 2 duimpjes omhoog. Doe wat. Tot morgen. En doei. Later.